Hoi, welkom bij een nieuwe video. Mijn video gaat vandaag over hoe je een be happy / zen dagroutine kunt hebben zonder al te veel moeite. Fingers crossed! Dus wil jij weten hoe zo'n dagroutine eruit ziet, blijf dan vooral kijken. Als je dit een handige video vindt, vergeet dan geen duimpjes omhoog te geven, zodat ik weet dat ik vaker van dit soort video's moet gaan maken in de toekomst. Oh ja, voordat ik het vergeet, best wel belangrijk. Iedereen weet dat YouTube verandert, dus je moet nu 1000 abonnees hebben. Dus mijn doel is echt om 1000 abonnees te hebben, dus vind jij mij lief? Mij leuk? Jij kan mij daarbij helpen door hieronder te klikken op abonneren en dan blijf jij op de hoogte wanneer ik een nieuwe video maak. Ja. Zonder al te veel gedoe, laten we dan maar gewoon beginnen met de video. Zo, zoals je kan zien begin ik de avond van tevoren met een beetje opruimen. Ik vind het heerlijk om dan te stofzuigen, want ja, de enige die er dan bij me is Zeno en die huppelt een beetje rond. Die vindt stofzuigen echt doodeng, maar voor de rest heb je niet zoveel last van hem. En ik vind het ook wel lekker om de dag zo te starten. De tafel afnemen is ook best wel een dingetje. Dat doe ik denk zo'n 10 keer per dag. Maar dat is meer omdat we daar heel vaak zitten en heel vaak dat gebruiken. Dus dan vind ik het wel fijn als het lekker schoon is. En dan is het alweer tijd om naar boven te lopen. Om de kleertjes alvast klaar te leggen voor de volgende dag. Zodat ik dat niet vroeg in de ochtend hoef te doen. Want ik ben echt geen ochtendmens. En wanneer ik mijn zen / happy dagroutine heb, vind ik het wel fijn dat ik alles van tevoren al klaar heb. Zodat ik daar geen stress over moet hebben. Dus de kleertjes leg ik netjes op de commode en dan kan ik hem daarna meteen aankleden. Dan is het tijd om naar Alessio's kamer te gaan en daar ga ik precies hetzelfde doen. Ook zijn kleren leg ik alvast klaar. Maar ja, hij kan zichzelf aankleden, dus ik hoef hem niet aan te kleden. Dus ik leg het alleen klaar voor hem. En hij is natuurlijk ook wel heel erg groot, dus ja, grote jongens hebben niet zoveel hulp nodig. Zoals hij zelf altijd tegen mij zegt. Tijd om de sokken bij elkaar te doen, dat is nogal gedoe in Alessio's kast, want hij heeft altijd losse sokken overal liggen. Nou, nadat ik dus alles klaar heb gelegd, zet ik het op zijn bankje, naast meneer Aap. Dit is een outfit met een vosje erop natuurlijk. Alessio Vos is helemaal gek van vosjes. Nog even knuffelen met Aapie. Hij heeft dit Aapie al sinds dat hij klein was. Dus ja, het is echt een dingetje voor hem. Jee, het is ochtend. En dit is zo fijn om met je kinderen samen in bed te liggen. En nog even lekker te knuffelen. En gek te doen en te kletsen. Ik vind als ik mijn happy dagroutine begin, is het zo leuk om de dag te beginnen lachend. Het is echt zo een super aanrader om dat te doen. Lachend de dag te beginnen. Echt. Het doet echt wat met je. En ik vind het ook echt super leuk. En ik denk ook dat de jongens dat wel erg fijn vinden. Dat we nog even tijd met elkaar nemen. Oh, hier krijg ik een dikke vette kopstoot. Het deed wel een beetje pijn. Maar ja, arme scheet kon er ook niks doen. Waaraan stoeien? Memphis hier weet niet van ophouden. Dan is het tijd om de kleertjes aan te gaan doen. En zoals je ziet blijf ik nog even op de bed stoeien. En voilà, mijn bed is weer opgemaakt en weer helemaal netjes. Oh, kijk nou, dit is toch te lief. Ik vind het zo leuk dat ze zo close met elkaar zijn, ondanks hun leeftijdsverschil. Echt broers van elkaar. Zo lief. Oké, Memphis springt echt heel raar. En Alessio is echt super bezorgd, want hij wil echt niet dat zijn broertje van bed opvalt. En dan gaan ze omkleden. 1, 2. 1, 2. Voilà. Ze zijn klaar. Ze hebben hun outfitje aan, dus ze zijn klaar voor de dag. Nou, grote broer tilt Memphis nog eventjes op om te knuffelen. Het is zwaar, hè? En mijn power shot voor in de ochtend. Echt mijn boerenkool power ding iets. Ik kan het eigenlijk geen naam geven. Dan is het tijd om wat dingetjes op te gaan schrijven. Wat ik van plan ben die dag. Of wat ik nog moet doen. Mijn doelen van de dag. En ja, eigenlijk alles wat belangrijk is. Wat ik ga eten. Wat ik ga maken. Tja, ik moet toch wat, hè? Als moeder zijnde. Dus ja, nee, dat vind ik wel fijn om de dag daarmee te starten. Want dan kan ik gewoon mijn lijstje afwerken. En dan weet ik gewoon precies wat ik nog moet doen. Disco yoghurt. Ja, echt een uitvinding hoor. Dit is echt zo ideaal. Ze vinden het zo leuk als ze die disco dingetjes, balletjes erin hebben zitten in hun yoghurt.
weet niet, het is gewoon yoghurt, maar door die discoballetjes vinden ze het ineens helemaal geweldig. Zo lekker gezellig aan de tafel zitten. Echt mooi om te zien. Even zijn mondjes een beetje vies. Hij kan nooit zo netjes eten. Het is tijd om te vertrekken. En als ik mijn dag nog happy wil houden, zorg ik ervoor dat ik vroeg vertrek. Dat is niet altijd zo, want ik ben best wel een te laat komer kind of iemand. Maar als ik mijn gedachten zo zen mogelijk wil houden, is het heel erg belangrijk voor mij dat ik gewoon op tijd vertrek. Dat ik niet geïrriteerd kan worden door kleine dingetjes die kunnen gebeuren. Dat zich uiteindelijk opbouwt gedurende de hele dag. Dus vroeg vertrekken, geen dilemmetjes, geen issuetjes en vooral niet haasten, wat echt super ideaal is. Aan de kant. Aan de kant. Aan de kant. En dan ruim ik nog een paar kleine dingetjes op. Dit is voornamelijk van Zeno. Ik denk dat ik dit serieus ook 20 keer op een dag doe. Maar ja, nog even de poppen opruimen van Memphis. Alleen ja, Buzz Lightyear en Woody, daar mag ik niet aankomen. Die moeten er altijd bij zitten. Dat zijn echt zijn favorieten. En dan is het tijd om lekker gezellig met elkaar op de bank te knuffelen, te zitten en filmpjes te kijken. En ja, ik ben wel blij dat Memphis nu oud genoeg is, dat hij dat ook wat beter kan. Want voorheen was het echt 3 minuten en dan moest hij van de bank af. Maar nu zit hij toch best wel goed, waar ik wel blij mee ben. Hij doet het echt goed. Zeno moet per se op zijn schoot zitten. Baasje. En zo chill ik hem de dag door. En zo ziet mijn happy / zen dagroutine eruit. Dit was weer het einde van de video. Vind je dit een leuke video? Vergeet dan geen duimpjes omhoog te geven. En te abonneren, zodat je op de hoogte blijft wanneer ik een nieuwe video upload. Ik upload 2 keer in de week en ik upload over mijn huismoederleven. En op weg naar baby nummer 3. Oh ja, en het belletje. Dat is ook wel handig. Doei doei!